collega's, ik besef maar al te goed dat hetgeen wat collega Goeman hier aanhaalt in feite een bijzonder delicate materie is, die misschien in deze raad in de toekomst is wat met meer diepte behandeld kan worden. Misschien is in een commissie daar dieper op ingaan. Het is een delicate materie omdat het een mes is dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds is er het feit dat onbetaalde schoolfacturen wegen op de goede werking van een school en dat het onbetaald blijven van deze facturen ook in feite bijzonder unfair is ten aanzien van andere ouders die ook vaak, ondanks beperkte middelen, wel de boekhouding netjes in orde kunnen houden. Incassobureaus inschakelen zou echter een laatste middel moeten zijn. En u moet het collega's maar eens proberen. Wanneer je in Google intikt openstaande schoolfacturen, dan ziet u al als allereerste paginalink een advertentie van een incassobureau. Anderzijds zouden zeker in het middelbaar onderwijs, waar de factuur vaak hoger oploopt, de scholen wat transparanter en tijdiger moeten communiceren, zodat ouders kunnen anticiperen op kosten die gaan volgen. Het is natuurlijk niet leuk voor ouders om tijdens de eerste schoolweek een materiaallijst te krijgen met aankopen die dikwijls bijna een halve maand werden bedragen voor sommige ouders, zeker wanneer er meerdere kinderen school lopen. Geef ouders de tijd om zich hierop voor te bereiden. Vandaag zijn er ook nog zaken zoals laptop, printer, licenties voor softwareprogramma's, zoals Office, Adobe en zo verder, waarvan de scholen blijkbaar allemaal automatisch verwachten dat leerlingen er thuis voor lesvoorbereidingen en huiswerk zomaar gebruik kunnen van maken. Wat voor veel mensen natuurlijk niet evident is. Heeft u enig zicht, meneer de collegevoorzitter, over welke bedragen we in ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel spreken, wanneer we spreken over openstaande schoolfacturen? Een bijkomende vraag die ik mij hier direct stel, dat is, worden rechtbanken ingeschakeld? Worden er juridische vorderingen gedaan? Ik weet bijvoorbeeld dat de gemeente Jette systematisch bij openstaande schoolfacturen juridisch gaat invorderen. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen, want men wil gelijkheid voor iedereen. Diegenen die wel betalen, moeten niet het slachtoffer zijn van diegenen die niet betalen. Goed, mijn vraag is nu, wordt dat in het Nederlandstalig onderwijs ook gedaan hier in Brussel? Kunnen er de komende jaren extra budgetten uitgetrokken worden om een aantal materialen, zoals rekenmachines, computers enzovoort, ter beschikking te kunnen stellen, zodat misschien de rekening van ouders een beetje kan bespaard worden?